timing is fout. Kickboksen is oorspronkelijk uit Amerika. Het is stoten, boksen en karate. Maar wat wij eigenlijk heel veel doen nu is thaiboksen. En dat komt uit Thailand. Dat is oorspronkelijk een Thaise vechtsport die ze vroeger gebruikten in de militaire dienst. Daar was ze eigenlijk heel veel mee begonnen toen de tijd. En het is uitgewaaid naar Europa in de jaren 70. En zo is het heel snel in Europa gegroeid wat het nu is. Ik denk dat het de sport is waar je alles gebruikt. Handen, voeten, knieën, ellebogen, waar alles bijna gebruikt wordt. En dat is heel veel mentale conditie. En het is een individuele sport, want als je in de ring staat, sta je voor jezelf. Niemand die je kan helpen. Je kan niet op een andere steunen, dus je moet alles zelf doen. En de mentaliteit en het doorzettingsvermogen die je nodig hebt om daar alles uit te gooien. Ik denk als je dat heel goed in de ring kan, dan ben je ook heel goed gemotiveerd om op straat of op je werk alles te kunnen doen. Kom je erbij om te gaan kickboksen? Nee, mijn broer Fouad is eraan begonnen. En ik zag hem één keer vechten en toen dacht ik, nou, dit is de sport die ik gewoon wil doen. Want daarvoor deed ik ging voetballen. Maar ja, dat is altijd met een team. En met een team is het heel moeilijk om zeg maar door te breken. En toen heb ik toch voor zeg maar individuele zeg maar, sport gekozen. Dat is nu thaibox. En ja, het is mijn hobby. Ik ben er goed in. En dat is de reden waarom. Familie is alles. Die heeft me de dag dat ik in de ring ben gestapt, staat mijn hele familie achter me. En dat heeft me echt heel erg gesteund. En natuurlijk ook mijn trainer Moesit. En nu mijn nieuwe mensen met wie ik nu samenwerk, dat is Joost, die staan ook heel goed achter me. En dat helpt zeker voor een sporter, want dan word je gewaardeerd, zeg maar. In de wandelgangen werd je het voorbeeld voor een hoop Marokkaanse jeugd genoemd. Wat vind je daar zelf van? Nou, Marokkaanse jeugd, ik wil een voorbeeld zijn voor iedereen, niet alleen voor de Marokkaanse jeugd. Ik ben gewoon een Amsterdammer, alleen oorspronkelijk uit Marokko, maar ik ben toch een Nederlandse vechter. Wat moet je allemaal laten voor het kickboksen? Veel. Heel veel. Niet uitgaan, niet roken, niet drinken. Ja, af en toe baal je dat je niet veel kan doen, maar het is toch mijn hobby en van je hobby je werk maken is het mooiste wat er kan komen. Dus daarom hoop ik dat het binnenkort wat meer door de pers en door de Nederlandse samenleving gewoon meer gerespecteerd wordt en meer als een sport wordt gezien. Wat betekent nou kickboksen voor jou in twee zinnen? Dat is mijn leven. Straks meer actie van Fikri tijdens het kickboksgala in Haarlem. Tot zo. Moet je opletten. En ik denk dat hij bij deze jongen heel veel op zijn stoten moet gaan letten. En dat hij echt stabiel op zijn benen. En niet te denken van het is een makkelijke jongen, ik kan hem zo neerslaan. Zo zit het niet. Het is een heel ervaren jongen. En ik hoop dat het een goed gevecht wordt. En dat gaat het worden. Fikri Tayati tegen de superpro wereldkampioen Gerald Mamadeus. Dit is een rematch in de klasse tot 70 kilogram. Het vorige gevecht is onbeslist geëindigd. Nou, even wat uitleg dan maar voor u. Wat mag allemaal niet met Muay Thai boksen? Kopstoten, stoten en knietjes in het kruis en ellebogen tegen het hoofd. En je mag natuurlijk ook niet bijten. Er worden 5 rondes van 3 minuten gevochten. En het spreekt voor zich dat beide heren er zeer opgebrand zijn te winnen. Fikri, zijn specialiteit is zijn schop- en traptechnieken. En Gerald Mamadeus staat bekend om zijn harde stoten. Eerste ronde duidelijk in het voordeel voor Fikri Tayati. Ronde 2. Kijk eens even, mooie veegtechniek van Fikri. Nou, deze ronde ook voor hem. Gaan we eens kijken wat ronde 3 gaat brengen. Het is in ieder geval helder dat
dat beide heren goed aan elkaar gewaagd zijn. We gaan naar ronde nummer 4. Gelijk op, zou je zeggen. Tot nu toe wellicht een klein puntenvoordeel voor Fikri Tayarti. Maar goed, we zijn er nog niet. En dan is het zover, ronde 5. Beide heren natuurlijk redelijk moe inmiddels. Veel geclinched. Dus zoeken waar het gaatje ligt. Waar ligt de oplossing? En hier gaat hij. Pats, boem neer. Goeie actie daar van Mamadeus. 8 tellen. Maar als je bij de achtertel weer in de houding staat en de vechthouding gaat de partij gewoon verder, krijg je 1 minpunt voor. Blijft dus spannend. Wie gaat uiteindelijk winnen? Daar gaat het om. Einde van de vijfde ronde. Einde van Blauwe Charlotte Mamadeus. Ervaring zou je kunnen zeggen. En mag ik even met een heel warm applaus voor Mr. K. Nog maar even kijken naar die laatste en dan misschien voor de jury beslissende klap. Geweldige partij van beide vechters. Fikri Tayarti en Gerold Mamadeus. Ze kijken vaak naar rondes, kijken wie er voor met de ronde staat. Kijk, dit is thaiboxen en kickboxen, dat wordt gewoon trappen en knieën worden het meeste geteld. En dit heb hij dus het meeste gedaan, trappen en knieën, dat is eigenlijk thaiboxen. En de punten tellen, ja, die mensen, soms zitten ze niet goed op te leggen en dan kijken ze het einde van de ronde en dan geven ze gewoon cijfers. Ze tellen natuurlijk ook een foutje zijn van de jury. Maar in principe, ja, in principe heeft hij gewoon de partij gewonnen op punten. Alleen ja, de jury denkt natuurlijk anders, die spreekt die van die ene rondje. Acht tellen, die denkt van nou, hij haalt de ronde niet, het is eigenlijk afgelopen, maar hij haalt de ronde wel. En het is eigenlijk op punten, moeten ze gaan beslissing nemen. En sommige juryleden die hebben vaak al daarna gekrast. Want ze denken van hij haalt de ronde niet meer. Ja, en dan is het eigenlijk over. Dan kunnen ze bijna niet meer terugdraaien.